Maar ik had gisteren dus een verhaal gehouden over de toekomst van het web. Tenminste, ik wilde eigenlijk gewoon weer mijn verhaal over nieuwe uitgangspunten voor webdesign houden. Ja. Wat ik al vaker heb gehouden. En waar overigens een artikel van in de maak is, dat is bijna af. Dus dat komt binnenkort op Smashing Magazine. Spannend. Maar toen keek ik op de site van Cody en daar stond dat ik het ging hebben over de toekomst van frontend development. Even een beetje bijsturen. Dan doe ik dat. Ik had een keer een presentatie daarover gehouden, eigenlijk meer over de toekomst van... voor het onderwijs was dat. Dus ja. ik had al een beetje nagedacht over de toekomst. Want hoe kan je de toekomst voorspellen? Dat is best lastig eigenlijk. Ja. Je ziet altijd, je hebt extremen in de toekomst voorspellen. Of je kan je gewoon niet voorstellen wat de toekomst ons gaat brengen. Bijvoorbeeld Bill Gates, die ooit heeft gezegd dat hij het zich niet kon voorstellen dat iemand meer dan 640 kilobytes aan geheugen nodig zou hebben voor zijn computer. Ja, dat is echt niet normaal ook, hè? Ja, maar het je niet kunnen voorstellen dat mensen meer nodig zouden hebben. Ja. En dat was toen, was dat, jij was echt een visionair. Ja, inderdaad. Dus dat was gewoon... Kijk, je voorstellen, hier zit het 4000-voudige in. Ja. Dat is absurd. Ja. Dus dat is een... Dat is één manier van voorspellen. Bijvoorbeeld een van de bestuursleden van vroege IBM in 1943. Ja. Die zei dat er wereldwijd misschien een markt was voor 5 computers. Oh, wauw. In 1943, hè? Ja, die had geen gelijk. Ja, 43. Dus ja, we zaten nog midden in de oorlog. Ja, er waren nog geen computers. Nee, niet in de ware zin van het woord, nee. Inderdaad. Dus dat is een... Ze hadden wel kaartsorteersysteem, waarin ze de Duitsers nog eentje op verderop hielpen, maar dat was het, geloof ik. Ja, dat zijn... die manier van voorspellen heb je. Daarnaast heb je de meer fantastische manier van voorspellen. Mm-hmm. We hebben over... in de jaren 50... droomde men over vliegende auto's. In het jaar 2000 heeft iedereen vliegende auto's. Ja, ja. Ik probeer me dan een file voor te stellen van vliegende auto's. Dat is onpraktisch. Tuurlijk wil je vliegende auto's. En dat is ook een mooie fantasie. En wat zou het opleveren? Maar in de praktijk zal dat gewoon... Nou ja. Kom je ook tegen de realiteit aan? Is het wat lastig? Ja. Nou ja, je zal natuurlijk... files inderdaad. Misschien gaat het sneller of zo. Ik weet het ook niet. Ja, het is natuurlijk een fantastisch idee dat iedereen zijn eigen vliegtuigje heeft. En dat gaat vliegen de hele dag. Maar goed, dat zijn van die andere manieren van toekomst voorspellen. Waarin je dus meer toffe dingen gaat verzinnen. Uh-huh. Ik heb het heel... Ik heb eigenlijk gekeken ook van, kan ik de toekomst voorspellen door eens even te kijken naar het verleden. Het recente verleden, dus 5 jaar geleden. Heb ik het hier ooit eens over gehad op de Wasstraat? Weet ik ook niet. Whatever. Ik stop je wel wanneer je... 5 jaar geleden, hoe zag het web er toen uit? Of het internet? Ja, met de verschillende browserversies, et cetera. IE7 was de belangrijkste browser toen. Ja. Google Chrome bestond niet. Was er gewoon nog helemaal niet. De iPhone was nog niet te koop in Nederland. Was er gewoon niet. Tablets bestonden niet. Er was natuurlijk nog helemaal geen native applicatie-industrie. Flash bestond. Daar werden ook nog dingen in gemaakt. Yep. Dat is echt een totaal bizarre wereld. Waar we helemaal niks... Die niks meer te maken heeft met wat we nu hebben eigenlijk. Nee, precies, want het is heel erg anders geworden en eigenlijk, ja. Dus het is zo'n enorme verandering in die korte tijd. Ja, kan ik dan de toekomst wel voorspellen? Nee, natuurlijk kan ik dat niet. Dus al die dingen die we nu hebben, kon ik me absoluut niet voorstellen toen. Kon ik niet eens van dromen. Maar zijn dat geen kleine, relatief kleine details op de grote tijdlijn? Nou, ik denk dat het meer de richting wordt van toegankelijker? Of... Ik denk dat iets als een iPhone
de iPhone heeft ervoor gezorgd dat we nu fantastische mobiele apparaatjes hebben. Ja. De tablet heeft ervoor gezorgd dat responsive design nu gewoon echt totaal ingeburgerd is en dat het de enige manier wordt gezien door steeds meer mensen om een website te bouwen. Ja. Dat komt daardoor. Als die apparaatjes er niet waren geweest, dan bouwden we nog altijd websites van 1024 pixels breed. Ja, precies, ja. Dan was de noodzaak ervoor heel veel mensen niet geweest. Nee, dus dat zijn juist hele belangrijke ontwikkelingen geweest. Die iPhone heeft ervoor gezorgd dat Flash niet meer bestaat. Super belangrijk, super interessant. Hij heeft een weg vrijgemaakt van nieuwe manieren van interactie. Hoe we omgaan met interactie. Het was allemaal met een muis, dat is nu niet meer zo. Maar die tendens om makkelijker om te gaan met media en met informatie. Stel dat je dat nou naar de toekomst plot, wat zou dat dan betekenen? Heb je daar dan iets over kunnen vertellen in je praat? Ja. Over de toekomst? Ja. Toen was mijn tijd op. Er was geen toekomst meer. Maar de toekomst... Dat we zeggen, er waren een aantal dingen. Ja. Je hebt de toffe dingen, als je het hebt over webtechnologieën. Ja. Of, en je hebt de complexe dingen. Er komen wat dingen bij als dat we eindelijk normaal kunnen omgaan met layout met CSS. Okay. Dat we eindelijk echte tools krijgen om layout vorm te geven op een website. Ja. Dus nu moet je daar eigenlijk voor hacken. En... er komen wat leuke technologieën, zoals bijvoorbeeld WebRTC, waarbij je van browser naar browser...